Na grote tekorten zijn computerchips ineens niet meer schaars. En dat is goed nieuws voor iedereen die een tv, auto of spelcomputer wil kopen. Maar terwijl jij en ik weer makkelijker aan een telefoon kunnen komen, zijn chips onderdeel geworden van een grote politieke machtsstrijd. Niet zo heel lang geleden hadden we een groot tekort aan computerchips. Tijdens de pandemie was er veel vraag naar elektronica. Veel mensen gingen thuiswerken, dus kochten een laptop of een iPad. Nu we al die spullen in huis hebben en terug zijn op kantoor, droogt die vraag een beetje op. Maar intussen hebben fabrieken vanwege dat eerdere tekort wel maatregelen genomen om extra chips te kunnen produceren. Dat kan je ook zien aan de ontwikkelingen van het Nederlandse techbedrijf ASML, dat machines maakt voor chipfabrieken. ASML werd overspoeld met bestellingen. Zoveel chipmachines wilden fabrikanten hebben. In de economie heet dat een varkenscyclus. In tijden van schaarste en hoge prijzen wordt er flink geïnvesteerd in nieuwe productie. Maar op het moment dat die capaciteit beschikbaar is, is de markt alweer veranderd. En is die nieuwe productie eigenlijk niet meer nodig. Een andere factor waardoor we straks te veel chips hebben, er dreigt een economische recessie in de westerse economieën. Door die economische onzekerheid en oplopende werkloosheid kopen mensen maar even niet die nieuwe tv of die nieuwe auto. En daardoor daalt dus de vraag naar producten waar chips in zitten. Tot zover de economische oorzaken van de draai van chiptekort naar chipoverschot. Maar er is meer aan de hand. Een grote machtsstrijd tussen landen. Chips zijn namelijk niet alleen van belang voor de economie, omdat ze in zoveel spullen zitten, maar ook militair. Wie de chips heeft, heeft de toekomst, zo is het idee. Maar wie maakt die chips? Nou, dit bedrijf bijvoorbeeld. Of deze. Aziatische bedrijven. Europa en de VS maken zich daar zorgen over en willen meer zelfvoorzienend worden als het om die belangrijke chips gaat. Om die reden trekt de Amerikaanse overheid $52 miljard uit voor de fabricage van hoogwaardige chips. En ook Europa trekt miljarden uit om eigen fabrieken te kunnen bouwen. De productiecapaciteit van chips zal daardoor nog een extra boost krijgen. En daar blijft het niet bij. Om China economisch af te snijden, heeft de VS de export van hoogwaardige chiptechnologie naar China verboden. Ook ASML mag zijn nieuwste chipmachines niet meer verkopen aan China. En voor China is dat een probleem. Dat zet de technologie in China zo'n 10 jaar op achterstand. Dus let maar op. Binnenkort zijn er weer genoeg chips en hoef je niet meer zo lang te wachten op die laptop, telefoon of elektrische fiets. Maar de chips in jouw laptop zijn in toenemende mate onderdeel van een grote internationale machtsstrijd.